Rem, het luidruchtige konijn. Jonge konijntjes zijn piep en piepklein. Maar dit kleine Ukkie is een gillend konijn. Zo groot als zijn broertjes, maar zijn stem is heel luid. Je herkent hem van verre aan het schelle geluid. Al vanaf zijn geboorte slaakt hij harde kreten. Hij valt altijd op en hij wordt nooit vergeten. Rem, want zo heet hij, zegt: ik ben wel klein, maar iedereen hoort me. En dat is heel fijn. Als er eens iemand naar hem zit te kijken, denkt hij: ik zou graag belangrijker lijken. Hij probeert het met zwemmen, met verf en penseel. Hij probeert het met koken en nu met toneel. Welk stuk zal ik spelen? Waar ligt mijn talent? Misschien iets van Shakespeare? Die man is bekend. Rem kent de stukken van Shakespeare niet goed. Daarom zoekt hij de teksten en leest ze met spoed. Hij leest elk gedicht, ieder woord, elk verhaal. Dan kiest hij een stuk uit. Het is mooi en speciaal. Tevreden gaat hij aan de slag en hij bouwt voor zijn eerste toneelstuk een podium van hout. Met een paar van zijn vrienden staat Rem op het toneel. Dit is te moeilijk, zeggen ze. Het is te veel. Onzin, schreeuwt Rem. Kom op, nog een keer. En als we dan klaar zijn, spelen we weer. Rem wil graag muziek om het toneelstuk te vullen. Maar de muzici stoppen als hij hard gaat brullen. Schreeuw niet zo, Rem. Wij zijn een orkest. Wanneer je zo moppert, zijn wij niet op ons best. Rem is verdrietig. Waarom doen ze zo flauw? Geen dier wil me helpen. Geen beest blijft me trouw. Hij loopt naar zijn huis om plannen te maken. Hoe kan ik zorgen dat ze niet langer staken? Dat is heel simpel, klinkt het zacht. Alles gaat beter als je soms lacht. Wie zei dat? Zegt Rem en hij kijkt in het rond. Ik, roept de mier, kijk hier op de grond. Ooit hielp ik een schaap, ze was verlegen en stil. Maar jij maakt ons bang met al je gegil. Ga terug naar je vrienden en maak je niet druk. Dan spelen ze vast wel weer mee in je stuk. Rem doet precies wat de kleine mier zegt. En tot zijn verrassing werkt het echt. Iedereen is tevreden, elk dier heeft plezier. Ze oefenen en oefenen zonder geklier. En dan is het tijd om te beginnen met spelen. Het is het beste stuk ooit, dat zeggen velen. Heb je genoten van dit verhaaltje? Zou je er graag meer beluisteren? Abonneer je dan gratis op dit kanaal. Iedere week komen er nieuwe verhaaltjes op. Geef alvast een duimpje aan ieder verhaaltje dat je leuk vond.